In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. In Christus beminden. Vandaag wil Sint Alphonsus ons spreken over het hartstuk van onze katholieke godsdienst. De liefde tot God. Vandaag wil hij ons onderwijzen over ten eerste de wezenheid en de verplichting van de liefde tot God. Ten tweede over 5 middelen om een grotere liefde tot God te kunnen bezitten. En tenslotte over het zekerste kenteken van de liefde tot God. 3 punten. Aldus, ten eerste, wat is eigenlijk de liefde tot God? Onze catechismus leert, de liefde tot God is een ingestorte deugd, waardoor wij, omwille van God zelf, Hem als het hoogste goed boven alles beminnen. Deze definitie, mijn dierbaren, leert dat de liefde tot God een geschenk van God is, die we alleen met de genade kunnen doen groeien. Deze liefde is echter niet facultatief. Herinneren wij ons het eerste gebod? Gij zult de Heer uw God beminnen met heel uw hart. Een opwerping hiertegen kan echter luiden. Is de liefde niet een vrijwillige schenking van mijzelf aan een andere persoon? Kan mij dus iemand mij dwingen hem of haar te beminnen? Dat is de vraag. En het antwoord luidt met Sint Augustinus in zekere zin wel. Soms kan men gedwongen zijn te beminnen, terwijl eigenlijk de liefde een vrijwillige schenking is. Leggen wij dat uit. Ten eerste, kan iemand mij dwingen hem te beminnen, omdat die persoon onmogelijk niet kan bemind worden, omwille van zijn schitterende eigenschappen. Hij is zo verheven, zo prachtig, zo geniaal, dat men moet beminnen. Ten tweede kan men tot de liefde gebracht worden, gedwongen worden, omdat die persoon ons bemint, ons liefde bewijst. En liefde en goedheid trekt aan, mijn dierbaren, vereist wederliefde. Beide punten gelden voor God en daardoor kunnen wij daadwerkelijk God tegelijk op een vrijwillige basis, maar ook volgens een gebod beminnen. Verklaren wij dat nader. Sint Alphonsus zegt dat wij God moeten beminnen vanwege zijn oneindige volmaaktheid. Wij hebben geen keuze. Als iemand of iemand goed voor ons is, zijn wij omwille van zijn eigenschappen tot dat ding of die persoon aangetrokken. In andere woorden, dan beminnen wij automatisch dat voorwerp of die persoon. Bijvoorbeeld, een kind houdt van een chocoladetaart, omdat die van chocolade is. Omwille van die eigenschap. Welnu, God bezit elke denkbare positieve eigenschap in oneindige mate. Dus wij moeten in vlammende liefde tot God ontstoken zijn. Kan men zich iemand heiliger, machtiger, rijker, schoner, dankbaarder, beminnenswaardiger voorstellen dan onze Heer? De groten van deze wereld roemen er zich op, bijvoorbeeld, tot een eeuwenoud geslacht te behoren. Welnu,
God is van eeuwigheid. Wie is er groter dan God? Hij is de Heer van alles. De engelen, zo zegt Isaias, zijn tegenover God slechts nietswaardig stof. Op één wenk van God is de wereld ontstaan. Op één wenk van God zou alles in het niets kunnen terugvallen, verdwijnen. Wie is er dus almachtiger dan God? Wie is er schoner dan God? Hij die alles in de schepping, harmonie en perfectie schonk. Wie is er vrijgeviger dan God? Wie verlangt er vuriger ons weldaden te schenken? Ja, zelfs nog voordat wij deze weldaden verlangen te ontvangen. Wie is er dankbaarder dan God? Daar God één blijk van liefde nooit onbeloond laat, ja, zelfs daarvoor de eeuwige gelukzaligheid schenkt. Ja, mijn dierbaren, omdat God al deze volmaaktheden in een superlatief bezit, moeten wij niet alleen, maar mogen wij hem ook vrijwillig beminnen. En daarbij komt, zoals gezegd, dat God ons ook bemint. En die liefde vraagt wederliefde. Met eeuwige liefde heb ik u bemind, zo zegt God aan Jeremias. Zij, mijn dierbaren, die ons op aarde het eerst bemind hebben, dat waren onze ouders. Doch, zij begonnen ons pas te beminnen, zodra zij ons kenden. God daarentegen had ons reeds lief, voordat wij bestonden. Ja, zelfs voordat onze ouders bestonden, voordat de wereld in het bestaan was geroepen. Sinds eeuwigheid zijn wij in Gods gedachten. Mijn dierbaren, overweegt u vaak dat feit. Sinds eeuwigheid zijn wij in Gods gedachten. De heilige Augustinus zegt, God heeft ieder van ons bemind, zolang hij God is. Sinds eeuwigheid, sinds altijd. En terecht antwoordde de heilige Agnes aan iemand die haar ten huwelijk vroeg, volgende woorden. Sorry, een andere minnaar is jullie voor geweest. Onze heiland, onze God. God heeft ons bemind, zo zeggen wij. Maar waaruit herkennen wij dat? Wel, Gods zuiverste liefde tot ons blijkt uit het feit dat Hij ons uit het niets heeft gemaakt. Onder de zoveel schepselen die God in het bestaan had kunnen roepen, maar niet geschapen heeft, heeft God u en mij gemaakt, mijn dierbaren. U en mij. Uit liefde tot ons heeft God bovendien hemel, sterren, oceanen, dieren en al het overige wat in het heelal te bewonderen valt, geschapen. Voor u en voor mij. En daarom roept Sint Augustinus wenend uit. Mij roepen alle schepselen toe dat ik God moet danken, moet beminnen, daar zij slechts bestaan. Uit Gods liefde voor mij. En mijn dierbaren, het was niet genoeg voor God in zijn liefde de dingen buiten hem aan ons te schenken. Maar zozeer heeft hij ons bemind dat hij zichzelf voor ons heeft overgeleverd. En aanleiding daartoe was niet een grootse goede daad van ons,
Maar het ongeluk waarin Adams zonde ons had gestort, een belediging aan God, geen weldaad. En God had ons bovendien op verschillende wijzen kunnen verlossen. Maar hij wilde zelf op onze aarde neerdalen, mens worden, om ons te redden van de eeuwige dood. En dierbaren, wij moeten verbaasd staan over Gods liefde die zulk een vernedering op zich heeft genomen. Zoals Paulus zegt, door de gedaante aan te nemen van een slaaf. En uitwendig, God zijnde, bevonden te worden als een mens. En wat is een mens? Verder moeten wij verbaasd staan van Gods liefde over alles wat de mens geworden Zoon Gods voor ons op aarde heeft gedaan. Heeft geleden. 3 jaar ging hij weldoende rond. 3 jaar heeft hij met het evangelie de duisternis uit de wereld verbannen, ons verlicht. En tenslotte wilde hij ons daadwerkelijk verlossen. 1 druppel bloed, 1 enkele traan, 1 gebed uit zijn mond was meer als voldoende geweest ons ter verlossing. Elke daad was een godmenselijke daad en dus oneindig veel waard. Genoeg om werelden te verlossen. Maar Jezus wilde ons niet enkel maar verlossen, maar hij wilde ook onze wederliefde krijgen, winnen, ons daartoe overtuigen, door een overgroot bewijs te geven van zijn immense liefde tot ons. En daarom koos hij de bitterste, de schandelijkste, de smartelijkste dood. Hij werd gehoorzaam tot de dood aan het kruis. Niemand heeft een grotere liefde dan hij die zijn leven geeft voor zijn vrienden. Woorden van Jezus Christus, gevolgd door een daad van Jezus Christus. Liefde. En Sint Alfonsus vraagt aan ons: mijn leerlingen, wat zegt gij nu van dat alles? Gelooft gij eindelijk dat God vol van liefde is tot u? Zo ja, waarom bemint gij hem dan niet ten zeerste? Waarom zijt gij geneigd naar andere schepselen? O gij verachtelijk mensengeslacht! Wij denken niet aan de liefde die ons is bewezen. Als men dit wel overweegt, dan merkt men dat de woorden van Paulus waar zijn. De liefde van Christus, de liefdesdaden die hij ons bewezen heeft, die dwingen ons hem te beminnen. Wij moeten God beminnen. Dat is onze vrijwillige plicht. Sint Thomas zegt: de liefde die God ons bewijst, zou ons bijna doen denken dat als de mens niet gelukkig zou zijn, God ook het geluk niet zou kunnen bezitten. God zou het niet kunnen verdragen, zo lijkt het, als wij ongelukkig zouden zijn. Maar waar is dan onze dankbaarheid? Waar is onze vurigste wederliefde? En de enige reden waarom wij nog op aarde zijn, is om die verzuimde liefde in ons te laten ontvlammen. En wij zijn ver onder de maat van Gods liefde. En daarom stelt Sint Alfonsus dus 5 middelen voor om God meer te beminnen. Ten eerste is het eerste hulpmiddel er vurig naar te verlangen. God schenkt aan diegene die hongert. En als God zich begeerd ziet, dan komt hij naar die ziel om het te vervullen. Een tweede middel is te verzaken aan alles wat geen betrekking heeft op God. God duldt niemand naast zich.
Yahweh zegt, ik ben een jaloerse God. Wij moeten God beminnen met een onverdeeld hart en alles buiten God slechts als een middel beschouwen om Hem te beminnen. Zoals Paulus moeten wij uitroepen, alles acht ik als slijk, opdat ik Christus zou kunnen gewinnen. Dat is het enige dat telt. En het derde middel is niet enkel maar de andere schepselen, maar ook zichzelf te verloochenen, te verzaken aan de eigenliefde. Eigenliefde, mijn dierbaren, is de grootste mededinger van de liefde tot God. Ten vierde dienen wij vaak het lijden van Christus te overwegen, en zeker in deze vastentijd. Wij zullen zien wat God voor ons wilde lijden, wilde doen. En elke normale mens zal dat beantwoorden met wederliefde. En ten vijfde dient men om de schat van liefde te verkrijgen vaak te bidden. Liefde is namelijk, zoals gezegd, een ingestorte deugd, een geschenk van God. Wij moeten het vragen, erom bidden. Smeken wij God om een vonkje van de liefde, zodat we ons Hem edelmoedig kunnen schenken en aanhankelijk kunnen dienen. En als wij deze middelen toepassen, mijn dierbaren, hoe weten wij dan in welke mate wij God beminnen? Want dat is ons derde punt. Wat is het zekerste kenteken dat wij God werkelijk beminnen? Dat is, zoals Sint Alfonsus zegt, bij zijn eerste les, 11 voordrachten geleden. Hij zegde, de liefde tot God kent men daaraan aan de gelijkvormigheid van onze wil aan de wil van God. De kleine wee van de kleine wil van de mens aan de grote wee van de wil van God. Velen willen God dienen, maar op hun manier, naar hun wil. En dat is eigenliefde. Geen liefde tot God. Eigenliefde. Dat is een eigen godsdienst stichten. En zichzelf niet als een dienaar van God beschouwen, maar God als zijn dienaar nemen. Liefde is goed voor de andere willen. Dat betekent Gods wil uitvoeren. Zoals Jezus zegt, mijn spijs is het de wil van mijn Vader te volbrengen. En Gods wil ligt niet altijd in het verwezenlijken van grote zaken, maar wel altijd, waar we niet moeten over twijfelen, altijd in de dagelijkse kleine moeilijkheden. En nemen wij dus onze lichamelijke, onze geestelijke gebreken aan, onze financiële toestand, onze ziekten, onvriendelijke opmerkingen van mensen, dorheid in het gebed, bekoringen, een kleine maat aan ontvangen genade in vergelijking met de anderen, de dood van vrienden, het verlies van verwanten. En wees wij overtuigd dat alles wat ons overkomt, zowel goed als kwaad, uit de hand van God komt. Gods wil vervullen is het teken van aanhankelijkheid aan God en van liefde tot God, van trouw tot God. Dat moet ons voor ogen staan, mijn dierbaren. En tenslotte, de Christus beminnen, laten wij hetgene wat wij zo net overwogen hebben, enige tijd op onze geest inwerken. Die beweegredenen waarom wij elke dag vrijwillig, niet enkel maar als plicht, maar ook vrijwillig, een grotere liefde tot God moeten bezitten. Overwegen wij ook hoe wij deze liefde tot God kunnen vergroten en deze liefde tot God kunnen uiten. En bidden wij daarom tenslotte het mooie afsluitende gebed uit het Hosanna-boekje.
het gebed van priester Poppe. Ik geloof dat gij in de hostie zijt. Ik hoop op uw barmhartigheid. Ik min u die mij eindeloos mint. Kom in mijn ziel. Ik ben uw kind. Amen. In naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Amen.